Op 4 mei werd ook in Wageningen stilgestaan bij de militaire en burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij het monument voor de gevallen aan de Kosterweg werd een korte ceremonie gehouden en werden kransen en bloemen gelegd. Goedenavond, dames en heren. Voorafgaand aan de 2 minuten stilte dragen 4 leerlingen van de Johan Friso School en de Margriet School zelfgemaakte gedichten voor, waarna Madelon Bino een kort verhaal zal houden. Komen jullie op het podium, Saskia en Iris. De eerste zijn Saskia en Iris van de Johan Friso School. En zij dragen hun gedicht In vrijheid kiezen voor. In vrijheid kiezen. Vrijheid heeft iedereen nodig. Het is voor niemand overbodig. Je mening geven is van belang. Soms word je bedreigd, dan word je bang. Dan kun je niet meer voor je familie zorgen. Of nog erger, er komt geen morgen. Dagen, weken, maanden gaan voorbij. Misschien kom je nooit meer vrij. Maar toch hoop je op die ene dag, de dag dat je weer naar buiten mag. Dank jullie wel, dames, voor dit mooie gedicht. Na de 2 minuten stilte volgde het signaal tap toe en het Wilhelmus. Burgemeester van Rumund legde namens alle Wageningers een krans. Daarna legden vertegenwoordigers van de diverse Wageningse organisaties bloemstukken. De ceremonie werd afgesloten door de burgers, die zelf ook bloemen legden bij het monument.